Hallo iedereen, ik ga jullie in het eerste filmpje laten zien hoe je het programma Audacity moet downloaden. Daarvoor ga je gewoon naar internet en ga je zoeken naar Audacity. Dan ga je klikken op de eerste link, audacityteam.org. Je kan bovenaan dan klikken op download. En dan hangt het ervan af, heb je een Windows of een Mac waar je op moet gaan klikken. Dan kan je een beetje naar onderen gaan en dan zie je hier staan Audacity 2.3.3 installer. Daar kan je ook gewoon op klikken. En dan moet je een beetje naar onder scrollen en dan kan je hier gewoon downloaden. Dit voor Windows en hier voor Mac. Ik heb een Windows, dus ik ga daarop moeten klikken. Dan zie je dat het programma zich meteen begint te downloaden. Zo. Wanneer je erop klikt, ga je gewoon heel even moeten wachten voor het installatievenster gaat openen. Zo, je kan kiezen in welke taal je het instelt. Voor mij zal het gewoon Nederlands blijven. En dan ga je gewoon alle stapjes moeten doorlopen en continu op volgende, accepteren enzovoort moeten klikken. Ik heb het programma al geïnstalleerd, dus ik kan nu niet verder meer gaan. Maar het zijn gewoon hele simpele stapjes waarbij je altijd op volgende moet klikken. Veel succes! Wanneer je Audacity hebt gedownload, ga je merken dat dit op je bureaublad achtergrond zou staan. Wanneer dit niet het geval is, dan klik je links onderaan op start en dan typ je gewoon Auda en dan zal het al verschijnen. Daarna ga je dit openen. Je klikt gewoon op OK. En dan klik je linksbovenaan op bestand en importeren. Want we gaan hetgeen dat jij hebt opgenomen vorige week importeren naar dit programma. Dan klikken we op audio, want je hebt een audiobestand opgenomen. En dan ga je kijken waar je het op je computer hebt staan. Ik neem nu gewoon even een ander audiobestand. Je dubbelklikt en dan zie je het gewoon verschijnen. Wanneer je het audiobestand met je gsm zou opgenomen hebben, dan kan je dit normaal gezien simpelweg naar jezelf doormailen of doorsturen via een Smart School bericht. En dan kan je het zo met je computer ook terug downloaden. Eerst en vooral de achtergrondmuziek, die mag je volledig zelf gaan kiezen. Je mag op YouTube iets leuk uitkiezen en dat gewoon even gaan downloaden. Of je hebt al muziek op je computer en dan kan je ook die gaan gebruiken. Voor de leerlingen die niet weten hoe dat ze even een liedje moeten downloaden, we gaan gewoon heel snel even een liedje nemen. Zo, je gaat de link gewoon moeten kopiëren van YouTube. Daarna ga je naar de website die ook op het document staat. En ga je de link gewoon plakken. En je klikt gewoon op Convert. Daarna ga je hier klikken op de knop Download. Normaal gezien zal het liedje dan links onderaan gewoon zijn gedownload. Daarna gaan we terug naar ons programma. We gaan opnieuw gewoon een bestand gaan importeren. En het is een audiobestand, want het is een liedje. En dan gaan we naar de map Downloads. Daar gaat het normaal gezien staan. En dan ga je zien dat het liedje dat we zo net hebben gedownload, daar ook gewoon klaar staat. Wanneer je daar dubbel op klikt, heel eventjes wachten. Dan ga je zien dat het liedje er meteen bij komt te staan, maar dat het eigenlijk veel te lang is. Het liedje duurt 3-4 minuutjes en hetgeen dat jullie hebben opgenomen zou 1 of 2 minuten maar duren. Wat is dan de bedoeling? Dat je eigenlijk het stukje van het liedje dat te veel is gaat selecteren. Hoe doe je dat? Je klikt gewoon, je houdt vast en je sleept tot achteraan. Dus je gaat eigenlijk alles selecteren dat je wilt verwijderen. En dan klik je hier bovenaan op de schaar. Als je dat hebt gedaan en je schuift even de balk terug opzij, dan ga je zien dat het liedje en de audio-opnames die je daarvoor al had gemaakt ongeveer even lang gaan zijn. We gaan terug een beetje inzoomen, dat het lang genoeg lijkt. Zo. Het enige probleem dat we nu nog gaan hebben is dat wanneer we het afspelen, het liedje en je audio-opnames allebei even luid gaan zijn. Dat willen we natuurlijk niet hebben, want dan gaan we van beide niets meer verstaan. Wat is er dan belangrijk? Je kan hier, waar je het liedje hebt toegevoegd, zie je een min en een plus staan. Wanneer je het bolletje een beetje gaat opschuiven naar de min, gaat het liedje een stukje zachter beginnen afspelen. Hoe ver je dat moet opschuiven, dat hangt eigenlijk een beetje af van het liedje zelf. Je gaat dat gewoon eerst een heel klein beetje moeten opschuiven. Druk eens op play en luister gewoon even. Wanneer je je eigen stem voldoende duidelijk verstaat en het liedje gewoon op de achtergrond afspeelt, is het perfect. Wanneer je nu volledig klaar bent, is het ook belangrijk dat je het correct gaat opslaan. Hoe doe je dat? Je klikt linksbovenaan op bestand en je gaat zeggen exporteren. Want we gaan dit niet als een werkdocument opslaan, maar als een liedje. Dus we gaan het exporteren als MP3. Je geeft het daarna de correcte naam, je voornaam, punt je achternaam, punt de naam van de opdracht.
Je klikt op opslaan. Deze melding, daar mag je bij gewoon op oké klikken. En hier ga je niets moeten invullen, dus opnieuw gewoon op oké klikken. En dan even wachten tot de groene balk volledig vol is. En dan is je bestand correct opgeslagen. Heel veel succes iedereen. Je krijgt hiervoor 2 volledige weken de tijd. Het is dus niet de bedoeling dat je dit op 1 week klaarspeelt. Als er vragen zijn, dan hoor ik het graag. Superveel succes.